Welkom. Den Haag tegen corona. Een bijeenkomst voor de Marokkaanse gemeenschap om jullie te informeren over de coronaprik, coronabestrijding en de weg terug naar het nieuwe normaal. Ik heb vandaag aan tafel deskundigen die ons gaan helpen om de vragen die bij u leven als het gaat om corona en de bestrijding van corona kunnen beantwoorden. Wij vanuit de gemeente Den Haag vinden het heel belangrijk dat iedereen, en in dit geval specifiek de Marokkaanse gemeenschap, op basis van betrouwbare informatie de keuze maakt om te gaan vaccineren. Uiteindelijk is het eigen keuze om dat te doen, waarbij we eigenlijk kunnen zeggen dat het ons helpt om de samenleving naar het nieuwe normaal te brengen. We hebben inmiddels heel veel goede stappen gemaakt in die richting. Het wordt mooi weer buiten, maar wij zien ook aan de cijfers dat het de goede kant op gaat. En het heeft grotendeels te maken met dat we met elkaar de maatregelen hebben gerespecteerd, of althans de meeste van ons dat hebben gedaan. Dat is natuurlijk een pluim waard voor iedereen die dat gedaan heeft. En tegelijkertijd aan de medische vorderingen, die wij daarin hebben gemaakt. Een vaccinatie is één daarvan. Aan mijn rechterzijde zit mevrouw Paiga, zeg ik het goed? Ja, zeker. GGD-arts. Ja. Dagelijks bezig met de vaccinatie. Klopt. De eerste vraag aan u. We hebben aan de voorkant afgesproken om te tutoyeren, maar voor de kijker zal dat een beetje lastig zijn om vanaf het begin te tutoyeren. Dus, zeg maar Juliette. Juliette, heel goed, heel goed. Juliette, misschien, wat is de meest opvallende vraag die je krijgt als het gaat om vaccinatie? De meeste belangrijke vraag is, mag ik gevaccineerd worden? En als ik gevaccineerd word, hoe lang is de effectiviteit in mijn lichaam? Dus hoe lang ben ik bestendig en krijg ik geen corona? Ja. Dat zijn hele belangrijke vragen die wij binnenkrijgen. En wat is jouw antwoord op die vraag? Wij zeggen altijd, ga alsjeblieft die vaccinatie halen. Want je beschermt niet alleen jezelf, maar je beschermt ook iedereen in je omgeving. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Wij zeggen, als je bent gevaccineerd met 1 of 2 vaccinaties, de effectiviteit is 90%. En wat voor ons heel belangrijk is, de vraag die dan bij ons terugkomt. De derde vraag wat wij uiteindelijk zeggen van, hoe belangrijk is het voor de samenleving? Ga juist vaccineren. De doelgroep, je hoeft niet bang te zijn om niet te gaan vaccineren. Ga alsjeblieft vaccineren. Ben je fully vaccinated? Het is voor iedereen juist heel belangrijk. Mooi. Dat is heel belangrijk. Welkom. Vanuit de GGD. Dan ga ik aan jouw rechterzijde zit Fahima Itayar. Mm-hmm. Je meisjesnaam laat ik achterwege, want die vind ik moeilijk om uit te spreken. Hoe kan ik het beste doen? Ja, het is andersom. Oh. We hadden ooit hier bij de gemeente, zeiden we konden niet kiezen. Ja. En we waren verliefd, dus zeiden doe maar de E voor de L. Ja. Dus mijn meisjesnaam is Tahir. Tahir. Okay. De getrouwde naam is Lakbiash. Oké. Okay. Je bent dus, huisarts? Ingewikkeld. Ja, klopt. Misschien dezelfde vraag. Het is de meest verrassende vraag wat je krijgt. De vraag die ik krijg, maar het verschilt. Hè. Ik heb zeg maar een groep patiënten en ik heb natuurlijk ook nog mijn eigen omgeving. Dus familieleden of die me dan ook benaderen. En één vraag is van, is het wel veilig dat vaccineren? En hoe kunnen ze zo snel een vaccin hebben ontwikkeld? Hoe kan dat? En dan komt er een soort van wantrouwen naar boven van, kan het wel goed zijn? En vervolgens kwam natuurlijk heel de AstraZeneca gebeuren. Ja, dat heeft er ook niet echt een boost gegeven op de vertrouwen van wel of niet vaccineren. En toen merkte ik ook wel dat ik op een gegeven moment uitleg moest gaan geven van, joh, dat zijn hele kleine stukjes informatie die binnenkomen. En je hebt natuurlijk social media, maar het is dus niet zeg maar waar je als artsen of als medici of als zorg waar we op kijken. We hebben hele andere ingangen, zeg maar. Hè? Meer gebaseerd op goede onderzoeken die zijn gedaan en niet op Instagram, Facebook, Snapchat en dat soort dingen. Nee. Ja, maar het is wel wat gevolgd wordt. En vervolgens geven dan kinderen of die geven weer advies aan ouderen, aan ouders of aan grootouders van, nou, ik zou het niet doen hoor. Want het is nu die soort verhalen, dat soort verhalen. En dat vind ik toch wel de angst of de weerstand om te vaccineren voor bijwerkingen of andere dingen die dan gedeeld worden op social media. Dat komt wel inderdaad op mijn bord terecht, ja. Welkom. Dank je. Dan ga ik naar
overbuurman. De heer Hamid Lamdouar. Die kan ik wel goed uitspreken. Ja, heel goed. Basispsycholoog en praktijkondersteuner bij Parnassia. Ik ben op uw AGGZ bij Indigo Parnassia. Ja, en wat betekent dat? Wat doe je? De praktijkondersteuner huisarts op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Dat is eigenlijk basispsychologie in de huisartspraktijk. Ja. Dat doen we al een tijdje. Dus psychiatrie in de huisartspraktijk. Ja, want daar heb je het over een kwetsbare groep. Ja. Het zijn voornamelijk mensen die bij de huisarts komen met of psychische klachten of vermoedens van psychische klachten. Die worden naar ons in eerste instantie doorverwezen en wij gaan daarmee kijken wat de klachten zijn. En meestal is het ook voldoende dat wij een aantal gesprekken doen met de mensen, dan is het voldoende. En als er meer nodig is, dan in overleg verwijzen we ook mensen door. Oké. En ook aan jou de vraag van, nou, wat is de meest rare vraag die je hebt gehoord tot nu toe over corona? Heel veel angst. Er zijn mensen die al natuurlijk aanleg hebben, hè, die bij mij komen dan in de praktijk. Die al een stukje angst hebben of depressies of in het verleden al psychisch ziek zijn geweest. En die zijn heel gevoelig, hè, voor angst. Ja. En dan gaan ze dan op een gegeven moment zoomen op alle video's inderdaad die op de sociale media circuleren. En dat zorgt voor toename van angst. Ja. En wat doen de mensen? Dat hebben ze ook misschien geleerd. Hè? Vermijden. Ik doe het niet. Ja. En dan kiezen ze eigenlijk op voor hun comfort op kort termijn. Maar dan gaan ze het uiteindelijk zeggen, ik wil niet gevaccineerd worden. Ja. Dan ga ik over naar Mustafa met Bozi. Een bekende van mij, persoonlijk. Welkom. En naamsgenoot. Ja. Je bent een ondernemer, maar je zit vanuit een andere hoedanigheid hier aan tafel. Wil je toelichten? Ja. Ik zit hier met name vanuit de rol van een koppelorganisatie van islamitische organisaties binnen de regio Haaglanden. Waar onder andere veel moskeeën in Den Haag en daarbuiten zijn aangesloten. En de ervaring die wij hierop hebben opgedaan, met name over het eerste fase van corona, maart, april 2020. Waarin natuurlijk heel veel moskeeën werden gesloten en waarin protocollen en richtlijnen moesten worden ontwikkeld. Hoe gaan we open en binnen welke ruimte hebben we daarin om daar vorm en inhoud aan te geven. Ik ben met dit onderwerp daarnaast vanuit de zorginstelling die wij hebben, waar ik de bestuurder van ben, zijn we natuurlijk met dit onderwerp ook heel druk bezig geweest. Zowel vanuit onze medewerkers als vanuit onze cliëntenpopulatie. Ja. Welkom. Dankjewel. Nou, dan hopen we dat deze deskundige tafel in ieder geval heel veel vragen krijgt vanuit de kijkers. Even misschien terug naar de opzet van de bijeenkomst. De mogelijkheid bestaat om digitaal vragen te stellen via de chat. Uw geluid staat uit, dus wij kunnen u niet horen. Medeluisteraars kunnen ook u niet horen. De bijeenkomst wordt opgenomen, zodat iedereen het kan terugzien om zoveel mogelijk mensen te bereiken die op zoek zijn naar informatie over de coronaprik. Ik realiseer me dat ik mezelf niet heb voorgesteld. Dat is niet vanuit de bescheidenheid. Ik ben Mustafa Elboumansouri. Ik ben in het dagelijks leven werkzaam bij gemeente Den Haag als stadsdeeldirecteur voor het stadsdeel Loostuin. Wellicht het mooiste stadsdeel van Den Haag. Dan wat anders op. Ja? Nou goed, dat mag. Dat mag. Ik ga naar de artsen onder ons. En dan kijk ik naar Juliette. Je had het over effect en de duur van het effect. Zijn er andere zaken die voortdurend terugkomen? En als het gaat om de werking van het vaccin? Nou, we kunnen over alle vaccins zeggen, of het nou over Janssen of over een mRNA. Dus als we het hebben over het Pfizer, Moderna en zelfs over het AstraZeneca. Ze zijn allemaal even goed. Dus het maakt niet uit welke vaccin je krijgt, ze zijn allemaal even goed. Effectiviteit, daar zijn geen onderzoek over gedaan. We weten wel dat als je fully vaccinated bent, of je nou één krijgt van Janssen of beide van de mRNA-vaccin of de AstraZeneca, beide ben gevaccineerd, ze zijn allemaal even goed. En er zijn nu studies gaande, hè. We hebben over studies, dat we praten over nu en 5 jaar. Gaan ze kijken hoe lang is het in het lichaam werkzaam, wat gebeurt er met het lichaam, hoe lang kunnen we daarmee gaan werken. Maar als je bent gevaccineerd, dan kijken we naar een
percentage van ongeveer allemaal tussen de 90% dat de effectiviteit in het lichaam aanwezig is. Dus het immuunsysteem wordt daarmee eigenlijk heel goed aangepakt. Dus we hebben een bescherming tegen het coronavirus. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Ja. Als we gaan kijken naar... Kijk, op een gegeven moment maken mensen de keuze om wel te vaccineren. Klopt. En dan kan ik me wel voorstellen dat bepaalde vragen ontstaan over de bijwerkingen. Mm-hmm. Mag ik jou vragen van wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen die mensen kunnen verwachten? De meest voorkomende bijwerkingen is met name één lokaal, zeg maar. Dus dat op een gegeven moment heb ik zelf ook ondervonden. Spierpijn op de plek waar de prik is, of dat er een zwelling ontstaat of een roodheid. En mensen moeten dus ook een kwartier wachten, hè, nadat ze geprikt zijn. Meer om te kijken of dat niet opeens een reactie is, een allergische reactie. En vaak heeft dat meer, maar dan kijk ik straks mijn collega aan, te maken met hoe de vaccin in elkaar zit. Hè. Dus een vaccin wordt in het laboratorium gemaakt, maar er zit natuurlijk constant conserveringsmiddelen bij of iets en de een kan reageren daarop en de ander niet. Dus dan wachten we altijd nog een kwartier om te kijken of dat er niet opeens een gekke reactie ontstaat, met name shock. Nou, ik heb het tot nu toe nog niet meegemaakt. Het is beschreven, maar het is echt heel weinig. En dus allergie, allergische reactie dus lokaal of huiduitslag. En daarnaast dus ook omdat het een verzwakt virus is, hè, krijg je toegediend. Dus dat is het eigenlijk ook wel bijna logisch om te zeggen dat je soms ook wat spierpijn kunt krijgen algeheel, of wat verhoging, of koorts, of koude rillingen. Omdat je natuurlijk je immuunsysteem gaat aan het werk. Je krijgt een verzwakt virus, maar het is zodanig verzwakt dat je er niet doodziek van wordt. Waardoor je natuurlijk wel die antistoffen opbouwt. Dus je kunt natuurlijk ook een reactie krijgen. En de meesten bijvoorbeeld weten ook van babytjes die gevaccineerd worden, dat ze weten van een dag later kan koorts ontstaan. Of dat mag, dat kan. En je hoort natuurlijk ook de reactie, bijwerking, zoals trombosebenen of longembolie. Maar dat is eigenlijk iets wat inderdaad bij de AstraZeneca beschreven is, maar ook dus echt minimaal. Echt heel de getallen, kijk ik naar mijn collega, maar dat is ook zo weinig. Ik heb het tot nu toe in ieder geval niet gehoord. En ik vind het ook jammer dat het zo geuit wordt, zeg maar, vanuit de media. Omdat ik vraag me dan af, er wordt dan meteen, één iemand met trombosebenen, zijn vaak vrouwen. Maar inderdaad, trombose komt ook meer bij vrouwen. Als je zwanger bent, heb je een grotere kans op trombose of longembolie. Hè? Dus het is allemaal rook diegene. Heeft diegene in de voorgeschiedenis al eerder een trombosebeen gehad? Dat hoor je dan allemaal niet, zeg maar. Je hoort alleen nog er is trombose geconstateerd bij. En het wordt dan een beetje vergroot, jammer genoeg. Maar eigenlijk zeg ik tegen mijn patiënten, het is veilig. Dus ik heb het ook mijn ouders aangeraden, die inmiddels al de eerste groep zijn geweest, die zijn gevaccineerd. En alhamdulillah, ze leven nog, gaat goed. Hè? Dat is, dus wat dat betreft is dat ook allemaal goed afgelopen. Ik ben zelf gevaccineerd. En ja, dus wat dat betreft is het, adviseer ik het mensen dus inderdaad volop. Ook wat mijn collega naast me zegt, van het is zo belangrijk als we zoveel mensen vaccineren. Want op een gegeven moment pak je het op, hè? Dan als zoveel mensen gevaccineerd zijn, dan heb je gevochten tegen de pandemie. Het is natuurlijk wereldwijd en je wil zoveel mogelijk mensen vaccineren, zodat we bereid zijn, of zo'n immuunsysteem, zeg maar, er tegen kan vechten als er weer een mutatie is. Want dat is vaak met virussen zo, komen vaak in een ander jasje terug. Maar toch geeft dat dus wel bescherming. Dat is ook de vraag die ik krijg, van het verandert iedere keer. En ja, de kans is misschien dat we ieder jaar moeten gaan vaccineren, net als influenza, weet je, maar dan ben je er wel beschermd voor. En dat maakt ook heel veel dingen weer mogelijk in de maatschappij, zeg maar. Als ik jou goed begrijp, dan zeg je van in principe zijn de bijwerkingen niet anders dan andere vaccins zoals dat. Dat is ook iets wat GGD... Kijk, en ik wil daar wel op in, absoluut op inhaken. Kijk, alle bijwerkingen zijn zoals ieder vaccin. Je krijgt hoofdpijn, je kan een lichte koorts krijgen. Je krijgt wat pijn op de plek. Hè? We vaccineren altijd in een spier. Dus dat is wel heel belangrijk om aan te geven. Men denkt ook altijd dat we in een ader of... het is altijd een spier, dus die spier gaat op een gegeven moment gaat gewoon een aanvalreactie krijgen. En wat mijn collega huisarts hier ook zegt, je hoeft niet bang te zijn, want al die spookverhalen die naar buiten zijn gegaan en de social media heel breed zijn uitgebreid gemaakt over de AstraZeneca-vaccin. Die marginale, die kleine groep van die vrouwen die reactie hebben gekregen,
Daar is wel een soort voorgeschiedenis van geweest. Dus die vrouwen hadden misschien al iets in de menopauze meegemaakt. Die waren misschien al in de voorgeschiedenis, hadden al een tromboseaanval gehad. Dus er zijn degelijke onderzoeken van het EMA en van de Europese Gezondheidsraad naar voren gekomen dat die vrouwen wel een voorhistorie hadden om het krijgen van iets. Dus het waren niet vrouwen uit die zijn gevaccineerd en uit het niets iets hebben gekregen. Dus daar, dat wil ik wel, dat angst wil ik wel bij iedereen weghalen. Ik zit samen ook in een bestuurscommissie van allerlei infectieartsen. We kijken heel goed wat er is er ooit gebeurd met iemand. Dus ik wil wel dat angst bij iedereen weghalen van ga alsjeblieft prikken. Want het is niet gebeurd bij iedereen. Het zijn vrouwen geweest die een voorgeschiedenis hadden op het krijgen van. En dat waren ook genetisch bepaalde dingen gebeurd. Dus ga alsjeblieft prikken en ga je niet laten bang maken wat allemaal in de media wordt gegooid. Duidelijk, helder. Ja. Dan ga ik naar de overkant en specifiek op ingaan op de Marokkaanse gemeenschap. Wat zijn de meest levende elementen over vaccinatie bij de Marokkaanse gemeenschap, Mustafa? Levende? Ja, nee, wat leeft bij hen? Nou ja, kijk, wat je daarin ziet, dat zijn er eigenlijk twee groepen, als ik het zo mag stellen. De huisarts hier aan tafel heeft het al eerder even gezegd. Je hebt natuurlijk een relatief jonge populatie. Die zie je ook in de Nederlandse context, zie je ook dat bereidheid tot vaccinatie veel kleiner is, omdat de angst voor de ziekte veel kleiner is en de gevolgen ook vanuit de wetenschap ook veel kleiner lijken te zijn ten opzichte van de ouderen. En we zien natuurlijk een grote groep populatie ouderen. Nou, onder die ouderen is binnen de migrantengroepen, nou, GGD Amsterdam heeft dat niet zo lang geleden een rapport gepresenteerd, waar anderhalf meer overledenen zijn geweest ten opzichte van leeftijdsgenoten van autochtone afkomst. Dat is een feit, daar kunnen we niet omheen. En helaas moet deze groep het ook vaak doen, zoals ik dat altijd noem, tweedehands nieuws. En wat bedoel ik met tweedehands nieuws? Nieuws, zij hebben vaak niet de eigen middelen of de eigenlijke mogelijkheden om toe te treden tot reguliere informatie vanuit de GGD, vanuit de gemeente, vanuit de overheid, RIVM. Die mogelijkheid hebben ze omdat ze vaak de taal niet beheersen, vaak online dat soort informatie krijgen. Waardoor ze vaak afhankelijk zijn van het advies van hun kinderen en kleinkinderen. En die zijn al bevooroordeeld. En als je daar ook nog eens een keer erbij krijgt dat er YouTube-filmpjes, Facebook-filmpjes, WhatsApp-filmpjes worden gedeeld met, ja, naar mijn ogen, en dan kijken we onze arts hier aan tafel, nonsens, echt onzin dat je denkt van, hoe verzin je het dat je denkt dat er een schaar aan je arm blijft plakken op het moment dat je gevaccineerd bent. Maar voor iemand die die eerste informatiebron niet, geen toegang toe heeft en afhankelijk is van die tweedehands nieuws, om het zo maar te zeggen, ja, dan wordt het dat de werkelijkheid. En daardoor ontstaat er een stukje argwaan, wantrouwen en is de kans ook om dan te accepteren om die vaccin aan te nemen een stuk kleiner. En daarin ligt naar mijn overtuiging ook een verantwoordelijkheid. En dat voorbeeld is het daarin genoemd. Maar wat mij betreft geldt dat ook voor mijn ouders. Ik ben met mijn ouders om de tafel gaan zitten en gezegd, nou, we hebben eindelijk gelukkig nu een vaccin kunnen vinden. Want we hebben 7, 8, 9 maanden niet bij de ouders over de vloer kunnen komen. Juist om te voorkomen dat zij daarin gevaar liepen. Nu hebben we een mogelijkheid om elkaar weer te mogen begroeten, elkaar weer te mogen bezoeken. Dus laten we alsjeblieft dat doen. Ja. Nou, in mijn geval was mijn vader was snel overtuigd. Die heeft gezegd, ik ga het doen. Mijn moeder was wat trouw. Maar toen zij zag ook dat, nou, vader had het gehad en er was voor de rest ook geen gevolg, heeft zij het ook genomen. En nu kunnen wij over de vloer komen, maar ook gerustgesteld te zijn van dat minder gevaar daarin deze vorm. Ja. Je krijgt meer ruimte door te vaccineren, als ik het zo mag noemen. Ja, daar komt het op neer. Ja, absoluut. Er is een eerste vraag binnen. Dan ga ik met de artsen aan tafel naar Juliette en Fahima. Wat kan ik doen bij toename van bijwerkingen na vaccinatie? Dat is heel breed. Nou, als we kijken naar toename van bijwerking van vaccinatie. Kijk, we hebben altijd gezegd, je hebt ongeveer een dag of twee heb je bijwerkingen van een vaccinatie. En dan praten we over bijwerkingen zoals hoofdpijn, we hebben pijn op de plek en dergelijke. Als je het gevoel hebt dat je
andere bijwerkingen hebt die niet. Ik kan alles op. Stel je hebt een Pfizer vaccin gehad en je gaat kijken wat voor bijwerkingen je daar zou hebben. En als het afwijkt, hè, je hebt een huiduitslag of je hebt dergelijke dingen waarvan je denkt ik ga me ernstig daar zorgen maken. Wij zeggen als het GGD, neem altijd even contact op, ook met je huisarts, maak het kenbaar. Je huisarts is de eerste aangewezen persoon om dat kenbaar te maken. Als het niet lukt in een weekend, spreek de huisartsenpost erop aan. En geef het door ook aan een LAREP. De LAREP is de overkoepelende organisatie die alles bijhoudt over bijwerkingen. En wat voor ons belangrijk is, kijk altijd goed of het overeenkomt met een bijwerking. Want men maakt ook altijd heel snel opmerking van ja, ik heb heel erg hoge koorts, maar ik heb ook pijn aan mijn teen. Denk je dat het gerelateerd is daar en daarvan? Dus we moeten wel heel goed onderscheid gaan maken, waar komt een bijwerking vandaan? Had je niet al klachten voordat je ging vaccineren? Dus voor ons als artsen, moeten we altijd heel goed gaan kijken, hoe kan je je bijwerking gaan uitsplitsen? Is het vanuit een bekend iets wat je al hebt, of komt het inderdaad daarvan? Dus het is heel goed wat wij, misschien dat jij een aanvulling erop hebt, maar... Ja, sorry, dat onderbreek. Jullie hebben het vaak over de huisartsen, hè? Hoe laagdrempelig die zijn. Maar er leeft ook de vraag van, nou, waarom kan mijn huisarts mij niet vaccineren dan? Waarom moet het... Waarom niet bij mijn huisarts? Kan je daar een antwoord op geven? Of, Ja, nou dan denk ik ook, ik ben waarnemend huisarts, dus ik ben zelf geen praktijkhoudend. Maar omdat ze op een gegeven moment is er afgesproken, ook samen met de GGD, hè, we gaan dit centraal doen. En het op een gegeven moment ook niet te doen voor huisartsenpraktijken. En die hebben het gewoon beter geregeld, zeg maar. Dus wat dat betreft wordt ook een deel... juist een deel, groot gedeelte uitbesteed aan de GGD. En dat gaat dan veel beter. Die kunnen het ook veel beter monitoren en bijhouden. Dus ik denk dat daar een grote... Ze zijn beter geëquipeerd om zo'n... Ja, het is gewoon uitbedeeld. De overheid zegt, wie gaat het doen? En dan kijken ze, wie is daar strategisch handiger in? Ja, dan denk ik dat de GGD dat sneller georganiseerd krijgt. Ja. Hoe je het ook weet, of kijk, je hebt het over 100 of een miljoen prikken per week. Huisartsen, kom je dan natuurlijk andere verplichtingen? Nee. Je hebt ook soort van lastig gehad met de COVID, de uitgestelde zorg. Je hebt, alles gaat gewoon door, hè, in principe. Ik bedoel, dat is dan, als je dat als huisarts dan allemaal moet gaan combineren, dat is dan niet heel erg makkelijk. Dus we moeten niet vergeten dat het RIVM ook bepaalt welke doelgroepen ook bij de huisarts terechtkomen. Ze hebben duidelijk gezegd dat de 60, 64-jarigen door de huisartsen werden geprikt, omdat dan toen de AstraZeneca groep werd ingezet. En alles wat daaronder niet kwam, dat als dan had je nog de patiënten die in het ziekenhuis lagen, dat is een andere groep. De GGZ-instellingen werden gedaan, hè? Dus bepaalde doelgroepen werden apart gevaccineerd. En alles komt onder het paraplu dan van een GGD, dus dat kunnen wij beter monitoren. Dus alles wordt vanuit het RIVM gedaan en wij krijgen de jaartallen, wij krijgen eigenlijk iedereen. En dan kwam op een gegeven moment de griepprikgroep vanuit de huisartsen, krijgen wij de doorstroom. Dus alles wordt eigenlijk vanuit de GGD wordt het gemonitord. Ja. Dus ik kom zo bij Hamid, want ik heb een vraag aan jou, maar er komt een technische vraag wat alleen de dames, denk ik, kunnen beantwoorden. Van, nou ja, je hoort soms van, nou, ik heb maar één prik nodig, bij een andere heb je twee prikken nodig. Waarom is dat dan? Nou, kijk, in een regel hebben we altijd gezegd, als je niet ziek bent geweest, je hebt geen corona gehad afgelopen tijd, dus we praten over een periode van, maakt niet uit. Als je afgelopen jaar geen corona hebt gehad, dan zeggen we altijd, twee is goed. Dat is goed voor je immuunsysteem, want met één kunnen we niet helemaal volstaan. Twee is prima. Gaan we naar het Janssen-vaccin kijken, is één vaccinatie, dus daar volsta je mee. Die vaccin is daarop eigenlijk zo genetisch gebouwd dat het lichaam het immuunsysteem aanpakt. En nu zeggen we alleen als mensen dus immuun gecomprimenteerd is. Dus dat betekent als mensen dus geneesmiddelen gebruiken waardoor het immuunsysteem eigenlijk afzwakt. Hè? Dus dat geneesmiddel doet iets met het immuunsysteem. Dan zeggen we alsjeblieft dit soort mensen wel graag twee keer vaccineren. Omdat die vaccin de eerste niet genoeg werkt. En mensen die dus ouder zijn dan 80 of mensen die in het IC hebben gelegen. Dus met longproblemen en dergelijke. Dus die mensen willen we graag twee keer vaccineren. Dan weten we dat het immuunsysteem eigenlijk genoeg een boost heeft gekregen. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Helder. Ja. Hamid, hoe zit het met jouw kwetsbare groep als het gaat om vaccinatie? Wat Mustafa ook zei, hè? Dus er zijn toch kwetsbare ouderen die toch soms afhankelijk zijn van adviezen van hun eigen kinderen of mensen in hun leefwereld. Adviezen zijn vaak bindend. Hè? Als mensen dan openstaan voor vaccinatie, dan helpt het wel.
Mensen met angst die bij ons komen, die eigenlijk wij kijken altijd naar dat medisch gedeelte, dat laten we aan de artsen natuurlijk. Maar we gaan voornamelijk zitten op de angst. Waar zijn mensen dan bang van? Ja. En daar doen we dan wel iets mee. Ik moet zeggen dat het wel helpt soms. We kijken naar specifiek waar iemand dan bang van is. Hè? Meestal op basis van een video of zo. En dan gaan we kijken hoe waar is dat? Hè? Hoe betrouwbaar is deze informatie? En als je met Socratisch dialoog een beetje met mensen in gesprek gaat. Als je ziek wordt, dan ga je toch naar je huisarts. Waarom nu juist niet? Hè? Dat soort trucjes vaak geeft inzicht. En mensen toch gaan kritisch nadenken over wat ze allemaal binnenkrijgen. Van al die informatie via sociale media. Ja. Ja, en het helpt. Je zegt van nou, we zien wel vorderingen. Niet bij iedereen, maar meestal, wij zijn blij als mensen daar open voor staan. Hè? Het is al zo'n kritische blik naar de informatie die je krijgt, die niet echt altijd klopt. Ja, ja. Jij wil iets toevoegen, Rima? Ja, nog terugkomt eigenlijk op die bijwerking, wil ik even heel duidelijk zeggen. Bij bijwerkingen contact opnemen met de huisarts, bij twijfel. En als het 's avonds of 's nachts is, mag het dus ook met de huisartsenpost. Ik denk dat het heel belangrijk is. We hebben ook steeds meer videobellen, zeg maar. Hè? Dus dat bij twijfel gewoon bellen met ons. Hè? Dus dat wilde ik nog even inderdaad toevoegen. Ik denk voordat ik het vergeet. En ja, nee, dat was het stukje. Anders vergeet ik het. Ja. Daarop aanhakend. Ja. Krijgen mensen die bij de GGD de vaccinatie krijgen, krijgen ze een soort bijlage mee van dit zijn mogelijke bijwerkingen die u bij deze vaccinatie kunt... Ja. Hoe toegankelijk is die informatie? Alles is gewoon toegankelijk, ook via het RIVM. Je kan op de GGD kan je alles downloaden. Je kan ook... Over deze specifieke doelgroep, want we hebben het wel over een groep waarin de reguliere informatie niet komt. Nou kijk, je krijgt als je weggaat, krijg je een formulier mee van welke vaccinatie je hebt gehad. En daar staat informatie op. Het is voor lage letteren misschien wel moeilijk te lezen. Dus daar zou ik misschien vanuit de gemeente kunnen vragen of zij daar misschien iets op kunnen anticiperen. Maar het is gewoon aangegeven, dit zou de mogelijke bijwerking die er zijn. Ja. Dat is wat ik persoonlijk merk, is dat met name een stukje voorlichtingsinformatie, om overtuigd te geraken of vertrouwd te geraken met deze vaccinatie, een heel groot deel niet bereikt. Nee. Ja. Nou ja, en als diezelfde groep ook nog bestookt wordt met desinformatie, tweedehands nieuws in dit verhaal, dan is de kans dat ze die stap zetten ook een stuk kleiner. Laten we hopen dat deze bijeenkomst bijdraagt aan het geven van betrouwbare informatie. Daarvoor zitten we weer. Een van de vragen die zijn binnengekomen is, kan ik corona krijgen als ik gevaccineerd ben? Jazeker. Ja? Ja. Maar wat betekent dat? Kan ik dan iemand anders besmetten? Ja. Kijk, we zeggen altijd, ook al ben je gevaccineerd, je bent nooit 100% beschermd tegen het niet krijgen van corona. Dus dat is heel belangrijk. Dus je moet je nog steeds aan alle maatregelen houden. Dus die 1,5 meter, nog steeds een mondkapje. Nog steeds als je in een bepaalde ruimte zit, nog steeds je afstand houden. Op het moment dat je het gevoel hebt, kijk, en we zeggen als je gevaccineerd hebt, je gaat milde klachten krijgen. Soms heb je vaak niet eens door dat je, dus dat je met corona te maken hebt. Maar je kan wel degelijk corona krijgen. Je bent en daarmee nooit ook anderen besmetten. Absoluut, ook na vaccinatie. Absoluut. En daarom zijn we hele grote voorstander vanuit het GGD, hele grote voorstander van ga je ook alsjeblieft vaccineren. Ja. Vanuit milder, toch? Ja, milde klachten. Milde klachten en het voorkomt dus ook allerlei intensive care opnames en dat soort dingen. En dat hebben we dus ook gezien nadat een hele grote groep ouderen die toch relatief, hoe moet ik dat zeggen, de ouderen zijn wat meegaander, kan ik misschien zeggen. Of die is natuurlijk ook een hele kwetsbare groep. Vaak zeggen kinderen ook ga, want oh jee, weet je, die verhalen die je dan hoort. En je ziet dus ook, dat heb ik dus ook gezien tijdens mijn werk, dat op een gegeven moment die groep die gevaccineerd was, de ouderen, die zag ik op een gegeven moment niet meer. Ik zag geen ouderen meer, geen 90-jarigen, geen 80-jarigen. Het was allemaal tussen de 40 en de 60 die ziek was, die nog niet gevaccineerd was. En denk ik, het voorkomt dus ook wel degelijk intensive care opnames. Hè? En ook wat mijn collega net zei met immuungecompromitteerd. En wat is dat? Bijvoorbeeld suikerziekte. Groot gedeelte van de Marokkaanse gemeenschap. Maar dan mag ik je, als ik mag onderbreken, van nou, dat kan ook. Ja. Betekenen van nou, de kwetsbare groep is al gevaccineerd. Hè? En ik behoor niet tot een kwetsbare groep. Waarom zou ik dan me vaccineren? Ja,
dat is natuurlijk ook, ik denk, een groot maatschappelijk belang. Ja. Dat is één. En ik moet zeggen dat ik denk dat wij als, kan ik wel zeggen, wij als Marokkaanse gemeenschap best close zijn. Een hele sterke familiebanden. Hè? En dat vinden we ook heel belangrijk. Je zorgt voor elkaar. Je komt vaker misschien over elkaar, bij elkaar over de vloer. Je hebt vaak grotere gezinnen ook. En dan is het ook, nou, doe het niet voor jezelf. Doe het dan voor een ander, alsjeblieft. Ja, solidariteit, dus, jongeren, zeg maar. Kijk, jongeren zijn er natuurlijk ook minder ziek van. Ik ben ook nooit bang geweest voor corona. Ik dacht, ja, weinig risicofactoren. Als ik het krijg, krijg ik het. Waarschijnlijk heb ik het ook gehad ergens eind maart. Terugkijkend, want er kwam mondjesmaat allemaal informatie binnen. En ja, weet je, dan denken de mensen, ja, maakt mij niet uit. Ik ben niet bang voor, laat maar die corona, wat een onzin, weet je. En al word ik er ziek van, wauw, weet je, dan ben ik maar... Maar het gaat om ook je medemens, hè. Want als je het bij je draagt zonder dat je weet of niet heel ziek bent... en je gaat de supermarkt in of je gaat je familielid bezoeken of een ouder... ja, die besmet je wel, die wordt wel degelijk heel ziek. En dan zien we ook nog, dan in de Marokkaanse gemeenschap... dat is ook wat mijn collega... zei je, van in Amsterdam onderzoeken gepubliceerd. Dat klopt, er is gewoon meer suiker, meer hoge bloeddruk, meer hart- en vaatziekten, meer, hè, dat is meer onder Marokkaanse gemeenschap. Dus die wordt harder geraakt. En juist ook om die reden denk ik, ja, vaccineer alsjeblieft, want het is ook een kwetsbare groep. Maar ook als je 50 bent en je hebt diabetes en je voelt je verder prima, dan ben je ook een kwetsbare groep. Ja. Juliette, ik heb al corona gehad. Dus daarmee heb ik wat weerstand opgebouwd tegen corona. Zeker. En ik moet me toch gaan prikken. Ja, wij zeggen altijd, ook al heb je corona gehad, en dat heb ik hiervoor ook al gezegd, dan zeker toch je prik gaan halen. Je krijgt er eentje. En ga het ook halen, want het is heel goed voor je immuunsysteem. Want dat de combinatie met het krijgen van die corona en die vaccinatie, die combinatie is heel goed voor het immuunsysteem, want het geeft juist de boost. Ja. Want dat is heel belangrijk. En wat ik in het begin ook heb gezegd... Hè, kijk, als je ziek bent... je hebt onderliggende kwaaltjes... je bent misschien diabetes... of je gebruikt geneesmiddelen... of je gaat misschien een chemotherapie in... dan is het juist belangrijk... en ook al heb je corona gehad... om dan twee keer een prik te gaan halen... want het lichaam kan niet volstaan met één prik... omdat het corona en in één vaccinatie... niet genoeg immuniteit biedt. Hè. Dat lichaam heeft niet genoeg van het afweer... kunnen opmaken. Dus het lichaam moet gewoon echt goed herstellen. En een coronavaccinatie is heel belangrijk, want het geeft het lichaam eigenlijk een soort van binnen een boost door te zeggen, hey, ik kan wel iets tegen doen. En hoe lang blijft die bescherming? Dat weten we niet. Daar zijn onderzoek aan het doen. Dus we weten niet op effectiviteit op een langere termijn. We weten niet hoe lang het lichaam eigenlijk bestendig is voor een coronavaccinatie. Ja. Hoe lang het lichaam blijft. Ja. We kunnen niet zeggen een jaar, twee jaar. Of, dat weten we nu niet. Ik zie Fahima... twijfelend of niet? Nou, niet twijfelend. Ik schat in. Kijk, corona. Ik weet nog in het begin, toen niet ook, oh, corona, corona. Ik zeg, nou, ik ken het van de studieboeken. Het is niet nieuw. Nee, hè? Is je hebt nieuw. Corona, is, ja. SARS 19. Dus er zitten een paar nummertjes daarvoor. Ja. Hè? En, 18 precies. En dat probeer ik ook uit te leggen. Geeft dat er ook sneller een vaccin, want we kennen het. Het is niet een of ander nieuw, exotisch virus wat ons de wereld overneemt. Hè? Weet je, het is iets wat al langer bestaat. Alleen het muteert. En dat is het. Ze zijn heel slim. Weet je? Ze hebben een envelopje en in het midden zit DNA. Het is heel, heel simpel, maar het kan je dus heel ziek maken. En omdat het dus iedere keer denkt van, oh, dan pas ik me aan. Ik ga naar een gastheer. Wij zijn gastheren voor die micro-organismen. En die denkt, nou, zeg, ik wil me sterker gaan weren. Dus als ik me zo muteer of zo, dan overleven ze weer beter. En de kans is, net als influenza, wat we natuurlijk al jaren kennen. Niemand heeft daarover. Hè? Spaanse griep. We hebben altijd met epidemieën te maken. Ja. Als we terugkrijgen. Joh, het is zelfs in de Haagse krijg de of de pest of weet je. Het zijn natuurlijk allemaal ziektes die ons jarenlang hebben overstroomd. Het is niet nieuw, zeg maar, een pandemie. Ja. Alleen het is nu zo'n grote schaal dat het raakt niet één gebied. Je hebt toen de Spaanse griep, je hebt de MERS, je hebt de SARS, wat dan in China komt. Je hebt de ebola in Afrika. Dus het zit natuurlijk een beetje Mexicaanse griep. Dat hebben we toen ook gehad. Ja. Hè? Weet je? En toen waren er ook al heel snel vaccins en adviezen over. En dan denk ik, dat is er al langer. Hè? En wij weten natuurlijk ook hoe we ermee omgaan. Alleen omdat het dus muteert en iedere keer dan schrikken mensen van, ja, zie je nou, Indiaanse variant. Nee, de vaccin doet niks.
Nee. Weet je, je bent voor een deel, het is natuurlijk allemaal familie van elkaar, dus het doet wel degelijk wat. Alleen vraag je af in hoeverre. Dat weten we dus niet. En de kans is, ik denk dat die kans groot is, maar ik ben geen viroloog, dat we inderdaad ieder jaar, misschien alleen de ouderen zoals de influenza, weet je, of de zorgmedewerkers, zoals we dat nu doen. Ja, ik moet ieder jaar, nou moet, maar niet verplicht, de griepprik halen. Omdat ik in de zorg werk. Ja. En dat geldt ook voor mijn ouderen. Mijn ouders hebben altijd de griepprik genomen, heel braaf. Niemand die daar vraagtekens bij zet. Je had wel een groep ook die zegt van, nou, het is niet meer helemaal 100%. Dat klopt, het dekt niet helemaal. Maar ik heb mensen altijd geadviseerd. En ik denk dat dat ook met de corona zo zal zijn. Ik denk niet dat het even verdwijnt. Dat gaat niet weg. Nee. Het is een van de grote spelers geworden in de, weet je, die denkt van, nou leuk, die gastheren, de mensen. En daar gaan we op zitten en we komen ieder jaar terug. Ja. Alleen zal het waarschijnlijk misschien, ieder jaar of om de 2 jaar dat we een vaccin moeten halen. Ja. Dus dan hebben we meer controle op de effecten van de ziekte. Juist, en dan heb je het meer onder controle, waardoor het niet zo'n grote epidemie wordt en dat in één keer zoveel slachtoffers maakt. Want waar niemand het over heeft gehad, ik doe als spoedarts doe ik dus ook heel veel, hoe noem je dat, schouwen. En dat is dus de dood vaststellen. Met name bij ouderen worden we 's nachts gebeld in een verzorgingshuis of iets in de richting. En dan moet je de doodsoorzaak, zolang het dan niet iets is waarvan ik denk strafrechtelijk of zo, dan doe ik zelf de dood vaststellen. Maar als het onnatuurlijk is, moet ik dan de GGD of de lijkschouw in consult roepen. Maar heel veel verzorgingshuizen waarvan we op een gegeven moment komen, corona, influenza. In de winter is piek bij ons. Voor de corona al, want er zijn er heel veel ook ouderen die overlijden aan een longontsteking, bijvoorbeeld na influenza, na griep. Ja. En daar is dan niet over gesproken, maar dat is er natuurlijk ook. Krijgt minder aandacht en daardoor een beetje minder. Ja, alleen nu is het natuurlijk zo, omdat het nieuw is, verspreidt het zich zo snel en hebben we er natuurlijk niet veel vat op. Dus het gaat echt wel minder worden, dat geloof ik ook wel. Ja. En daarom denk ik dat het vaccineren ook zo belangrijk is. Ik zie aan mijn ooghoek dat Mustafa zit te trappelen om iets te vertellen? Of nee, ik zit vooral ja te knikken, want ik kan me helemaal in het verhaal vinden. Het lijkt alsof, dat er komen de complottheorieën en dat soort zaken, kom er allemaal bij kijken, want het is verzonnen, het is in laboratorium, we gaan ineens Chinees praten als we de vaccinatie halen of dat soort zaken. En ik denk van, virussen zijn altijd onder de mensen geweest. En bij sommigen bouwen we een eigen weerstand op. Ja. En bij sommigen hebben we daarbij hulp nodig om die weerstand op te bouwen. En dit is er eentje wat we niet op eigen kracht kunnen doen. Want we hebben het gemerkt hoeveel mensen er in de tussentijd aan zijn overleden. Ja. En hebben we daar hulp mee. Ja. En zouden eigenlijk alleen maar blij zijn dat er een vaccinatie is. Want ik kan me nog herinneren, vorig jaar juni, juli, werden natuurlijk door de artsen suggesties gedaan. Nou ja, misschien hebben we een jaar nodig om een vaccinatie te vinden. Misschien minder dan een jaar, misschien anderhalf jaar. Nou, blij te horen dat eigenlijk binnen 6 maanden was er al een vaccin ontwikkeld die mogelijk deze bijwerking kunt doen. Nou, en nu krijgen we die kans. En om weer naar het nieuwe normaal terug te kunnen gaan, dan zou ik zeggen, laten we dat alsjeblieft aangrijpen. En ons voordeel daarmee doen. Ja. Ja. Juliette, mogen we even terug naar de procedure en de stappen die je doorloopt om in aanmerking te komen voor een vaccin? Nou, in principe bepaalt de RIVM, wat ik in het begin zeg, zij gaan alle jaartallen gaan ze af. Ja. Dus iedereen dus op basis van een jaartal die ook geregistreerd staat in het burgerregistratiesysteem, dus een BRP-systeem, die krijgt een uitnodiging voor een vaccinatie. Dus we zitten nu vandaag geloof ik al op 1988, 1989 uit mijn hoofd. Volgens mij zijn we 89 nu al. Ja. Die krijgt een oproep. Dus je kan aan de hand van je oproep, als je al ziet dat het al bekend wordt gemaakt, kan je bellen naar het 0800 7070 nummer en dan kan je afspraken inplannen. En zij maken voor jou de afspraak aan de hand van je burgerservice nummer. Je BSN-nummer. En het is gratis? Of moet je voor vaccinatie is gratis. Oké. Ja. Het is van de overheid, van de gezondheidsraad. En je hoeft er niets voor te betalen. Is dat een element wat bekend is bij achterban? Dat het gratis is? Of is dat een drempel om het te... Nee, ik denk we hebben namelijk allemaal, als het goed is, ook een brief. Naast het feit dat er gecommuniceerd wordt van elke dag is er een nieuwe geboortejaar aan de beurt, hebben we allemaal een brief ook thuiskeurig netjes gekregen. Ja. Voor de risicogroepen hebben we ook netjes vanuit de huisartsen een brief ontvangen van kom en dat er geen kosten aan verbonden is. Het voor iedereen helder en duidelijk. Het is meer het schroom om het
te laten uitvoeren. Nou ja, dan ben je gevaccineerd, hè? Dan is de vraag van, nou, krijg ik een vaccinatiebewijs? Of je krijgt zeker een vaccinatiebewijs. Je krijgt na je eerste vaccinatie, stel dat je voor een mRNA gaat, je krijgt Pfizer of Moderna, dan ga je voor je eerste en dan krijg je een corona-vaccinatiebewijs. En daar staat keurig de datum, er staat een badge wat je hebt gekregen, een badge dus de, waarop welke vaccinatie je hebt gehad, hè? Dat correspondeert met je Pfizer of Moderna. En er staat een stempel van welke je hebt gekregen, dus Pfizer of Moderna, of als je Janssen hebt gekregen. En dat is dan je eerste vaccinatiebewijs. Of bij Janssen is dat je enige vaccinatiebewijs, want je krijgt er één. En daarmee kan je volstaan. We zijn op dit moment met een klein aantal locaties bezig dat je gele vaccinatieboekje kan meenemen. En je vaccinatieboekje geldt straks voor je Europese Commissie. Je vaccinatiepaspoort. Dus je kan nu gaan naar 3 locaties en kan je gele vaccinatieboekje meenemen met je corona-vaccinatiebewijs om te laten stempelen. Stel, je zou nu naar het buitenland moeten en sommige landen vragen daarom, dan kan je dat meenemen. Want je corona-vaccinatie kan als gele boekje ergens worden gevraagd in buitenlandse landen. Dat is landen. Natuurlijk vakantietijd. Ja, precies. Dat wilde ik eigenlijk net vragen. Ja. Heel veel mensen hebben te horen gekregen, specifiek Marokkaanse gemeenschap, dat er sinds 15 juni jongstleden de luchtruim open gaat. Dus dat mensen weer kunnen gaan boeken. Ik heb begrepen dat via de auto dat het wat moeilijker is in verband met Spanje, maar met vliegtuig zou dat geen enkel probleem zijn. Wat hebben deze mensen nodig straks om bij de douane mogelijk te moeten laten zien? Dus de gele... Hou alle richtlijnen van alle ambassades schoon, het ministerie van Buitenlandse Zaken, want wij weten natuurlijk, als GGD zijn wij daar niet heel erg aan betrokken, dus kijk wel wat de richtlijnen zijn voor alle landen. Wij hebben bijvoorbeeld nu vandaag gezien dat bijvoorbeeld Frankrijk zegt dat je je corona bewijst, dus als je bent gevaccineerd, is dat al een toegang om naar het land toe te gaan. Maar je moet wel minimaal 2 weken geleden zijn gevaccineerd om het land binnen te komen. Dus daarmee volsta je aan, dan hoef je geen officiële PCR-test meer te doen. Maar ik weet niet wat de richtlijnen zijn op dit moment om bijvoorbeeld in Marokko te komen of een ander land binnen te komen. 4 weken na de tweede vaccinatie. Nou, prima. Dus dat, 4 weken. Ja. Dat wordt snel prikken dan. Wil je nog op vakantie? Ja. En wij als GGD kunnen dan geen voorrang verlenen om die mensen dan eerder te laten prikken. Want dat, die vliegen gaat helaas niet op. Maar als dat zo is, dan... Voor mijn beeld, er zit 2-3 weken tussen de eerste en de tweede prik? Nee, we hebben 4 weken minimaal. En er zit 6 weken tussen 4 en 6 weken tussen een vaccinatie. Ja. Maximaal. Als ik dit rekenen, dan kunnen ze pas eind augustus... Ja, precies. Er was heel veel verwarring trouwens voor de Marokkaanse gemeenschap. Die blij was met die goed nieuws. Ik kan op vakantie. Maar na al die discussies is gebleken dat de Marokkaanse overheid heeft natuurlijk onder andere Nederland in een lijstje dan geselecteerd. Oké, je mag wel binnenkomen, maar je moet wel aantonen of dat je dan gevaccineerd bent. Mm-hmm. Je moet wel 4 weken na de tweede vaccinatie dan pas binnen kunnen komen. Okay. Als je dat niet hebt, dan moet je dan zo'n test laten. Dus we zouden kunnen zeggen van alle reden in ieder geval om gevaccineerd te zijn. Absoluut. Zoals naar vakantie of geen vakantie. Ja. In ieder geval. Hoe zit het met kinderen? Ja, er is nu ook wel zeg maar een discussie gaande over, hè, om welke leeftijd kinderen wel of niet te vaccineren. Maar in principe zijn het natuurlijk ook wel de verspreiders, hè, kinderen. Dus de kinderen kunnen het krijgen, maar die hebben vaak hele milde klachten. Ik heb echt helemaal niet. Ik heb tot nu toe serieus gewoon honderden COVID-patiënten gezien. Nou, 0 kinderen ingestuurd. Ik zag ze gewoon niet. Zeg maar. Dat was een beetje bijzonder. Op een gegeven moment zagen we gewoon geen kinderen meer. Ja. Uiteindelijk kwamen ze wel, hoor. Later, hè. Dus in de eerste golf zagen we ze niet. De tweede golf, een beetje mondjesmaat. En op een gegeven moment werden ze ook wel positief getest met wat milde klachten. Maar gelukkig heb ik in ieder geval nog geen ernstige zieken gezien. Of ze moeten onderliggend lijden hebben. Hart of long of iets in die richting. Maar dat gaat dan vaak via de specialist. Dus... En dat is vaak ook voor mensen dat zeggen, ja, maar die kinderen zijn zo licht en dit, dat hoeft toch allemaal niet. Maar ja, het is wel zo dat als je zit vaak in één gezin, hè, en dat verspreidt zich vaak als je... Ja. Ik vraag dat ook altijd uit, dat doen wij ook als mensen bellen, hè, van klachten, mogen ze komen naar de huisartspost, hoe zit dat? Ben je COVID-verdacht, noemen we dat? Het klinkt COVID-verdacht, al heel heftig. Okay. Ja, dat zijn de termen die we gebruiken. Op een gegeven moment hadden we vieze, niet vieze kamer. Ja, vieze patiënt kan je natuurlijk niet zeggen. Dus dan wordt het COVID-verdacht. En dan vragen we ook altijd uit van, joh, zijn er andere mensen in
in de gezin ziek. Ja, nee, inderdaad. Een peuter van 2 die had wat klachten. En ik heb zelf wat keelklachten. Nou, dus bij ons gelijk al bam. Ja, dat kan natuurlijk allemaal COVID zijn. Dus als er dat kan zich natuurlijk wel verspreiden. En kinderen kunnen dus ook natuurlijk COVID krijgen. En dat zien we ook steeds meer. Omdat er gelukkig meer getest wordt. En ja, ik vind het lastig om nu daar antwoord op te geven van moeten ook kinderen gevaccineerd worden. Persoonlijk denk ik op een gegeven moment van wel, want hoe meer je vaccineert, hoe beter. Maar ik vraag me af hoe effectief dat is, omdat we natuurlijk een grote groep die we zien die opgenomen zijn, zijn met name ja, of ouderen of tussen de 40 en de 60. Maar dan kijk ik mijn collega aan wat de ontwikkelingen zijn op dat gebied. Want er gaan nu ook Europees hè, van wel kinderen, niet kinderen vaccineren. Er is ook best wel wat weerstand. Komt er steeds, hè, van waarom dan? Maar dat kan mijn collega misschien beantwoorden. Nou, we zijn bezig met de richtlijnen van 12 tot 17. Hè. De 18-jarigen mogen nu zelf gevaccineerd worden. We zijn bezig met de gezondheidsraad. Daar zijn we nu bezig om de akkoord vrij te geven. Er wordt heel erg gespeculeerd in de media. De nieuws geeft heel veel aandacht aan. Zodra die richtlijnen worden vrijgegeven, dan mogen jongeren gaan vaccineren. Nog steeds zeggen we altijd, vaccinaties geheel vrij blijven. Maar net wat mijn collega ook zegt, huisarts hier aan tafel. Het is goed, want als jij je beschermt niet alleen jezelf en het begin wat het gesprek waar we ook aan gaan. Je beschermt iedereen in je omgeving. En juist zien we in de jongeren dat daar die afstand niet wordt gehouden. Het zijn vaak jongeren die bij elkaar gaan hangen. Ze zijn buiten, ze gaan chillen met elkaar. Ze gaan gezellig naar de bioscoop. Ze gaan allemaal lekker een terrasje pakken. En wij ondermijnen eigenlijk wel een beetje die doelgroep. Want ik ben ook van de coronatestafspraken. En wij zien juist, en die groep wordt eigenlijk een beetje weggecijferd. Dat is wel een groep waar heel veel corona eigenlijk actief aanwezig is. En we sporen ze heel erg op. Dus ik zeg zelf vanuit het GGD als arts, zeg ik infectie ook arts, graag deze doelgroep als de ouders er ook echt achter staan. En kinderen mogen zelf bepalen vanaf 12 jaar om wel te gaan vaccineren. Want het geeft je ook meer bewegingsvrijheid. Dus als de keuze bestaat en we mogen vaccineren, doe het ook alsjeblieft. Ja. Nou, dan ben je bereid om te vaccineren. Krijg je een brief daarover of een uitnodiging. Ja. Moet je bepaalde dingen meenemen, iets speciaals doen? We zeggen altijd, kijk, als je de uitnodiging straks kijkt. Het komt nu op het RIVM-site, 1989 mag je vaccineren. Niemand heeft nog een brief gekregen. Wij zeggen altijd, bel gewoon naar het 0870-70-nummer. Zij maken een afspraak. Als het goed is, krijg je een e-mail. Je krijgt een bevestiging. Nou, als het niet lukt, wat voor manier dan ook. Je moet altijd je identiteitsbewijs meenemen waar je burgerservice nummer op staat. Want dat correspondeert namelijk met je afspraak. Dat is heel belangrijk. Je mag iemand meenemen als je moeite hebt, als taal een barrière is of je kan moeilijk lopen of wat dan ook. Je mag altijd iemand meenemen ter ondersteuning. En dat kan ook bij de GGD of de lijn van de landelijke vaccinatie kan dat gewoon aangegeven worden. Er kan een notitie worden meegenomen in het bestand door te zeggen, nou, er is een taalbarrière of mevrouw of meneer loopt heel slecht of is een rolstoel of wat dan ook. Dus daar wordt echt wel rekening mee gehouden. Ja. Maar identiteitsbewijs is heel belangrijk en een gezondheidsverklaring. Moest het wel? Daaraan aansluitend, ik vond het een prachtig initiatief van een huisarts, toevallig ook van Marokkaanse afkomst in Rotterdam, die is gewoon op de markt gaan staan en gezegd, beste mensen, kom langs, hier kunt u gevaccineerd worden. Ja, nee, maar dat bedoel ik. Dus ik zit er even naar collega hier aan tafel vanuit de GGD. Wordt het niet tijd om te zeggen, weet je wat, de oude GGD-busjes halen we weer tevoorschijn. En we gaan de wijk in. Nou, dat gaan we doen. Wij zijn samen met vaccinatie. Ik ben een van degenen ook van het vaccinatieprogramma. Wij gaan binnenkort prikbussen inzetten. Wij zijn nu bezig ook met de gemeente om te kijken waar we toestemming krijgen om dat in te gaan zetten. En wij willen dus in wijken gaan staan met een prikbus. En we willen iedereen graag uitnodigen, ook vanuit jullie groep, Marokkaanse groep graag ook. Maak bekendheid. Wij willen echt graag ook de mensen vaccineren. We willen de afspraken maken en we willen dat ook echt gaan inzetten. De tijdsbestek is vanaf 21 juni. Dus we willen het ook echt gaan inzetten. En iedereen mag bij ons komen en gevaccineerd worden. En mag ik nog dichter bij deze doelgroep maken? Kom dichterbij. Is het een idee om te zeggen, weet je wat, we gaan in de moskee prikken? Daar is heel veel. Dan kom ik terug op de social media en dergelijke. Wij willen jullie ook gaan beschermen van deze kant. Wij hebben het initiatief van de gemeente gekregen om
Niet vanuit die kanalen te gaan doen en juist buiten op een bepaalde terrein waar de moskeeën en buurthuizen en dergelijke niet worden benaderd. Nou, tempels, precies. Ja, precies. Ja, ja, want jij hebt wel anti-mensen tegen vaccinaties en dergelijke en die komen ook wel echt ernaartoe. Dus we hebben gezegd, we gaan als GGD vanuit de gemeente op een locatie staan en we willen bepaalde doelgroepen gaan beschermen om dat juist niet te doen. En dat uit veiligheid overwegingen vanuit de gemeente, vanuit de organisatie, vanuit de politie, wat we allemaal gehoord. Dus dat willen we liever niet. We hebben begrepen dat het mag en daarvoor dank. We willen het ook heel graag doen, maar we willen het liever niet vanuit het oogpunt van veiligheid. Nou ja, dan met het busje voor de deur van de moskee. Prima. Nee, maar in ieder geval, de GGD komt naar je toe, hè? Als ik het zo mag, of het busje komt naar je toe om de vaccinatie te doen. Deze zomer, toch? Dan gaan we kijken naar de vaccinatie. Deze zomer. Fahima, die wil iets. Ja, mag ik nog even toespitsen, want over jongeren? Ja. Ik nog wel zeggen, ik had het over de... Er zit een verschil jongeren over kleine kinderen. Ik geloof absoluut tussen de 12 en de 18 dat zeker zinvol is. Laat ik het heel duidelijk zijn. Okay. Mijn kind is zelf puber. En als ik dan zit op een scholengemeenschap van, ik weet niet, 15, 1600. En ik krijg wekelijks berichten, COVID-positief getest, COVID-positief getest, COVID-positief getest. En inderdaad, wij wonen tegen een groot winkelcentrum aan. Als je daar rondloopt, denk je, oh mijn god, COVID, brandhaard gewoon. Joh, die jongeren hangen samen, joh, die hebben echt... Die hebben echt maling. Want die, vaak worden ze dus ook niet heel ziek van. En dus ik ben inderdaad in de volgende set tussen de 12 en de 18 lijkt mij juist heel verstandig. Ik zie dat echt als superspreaders. Die komen overal, doen van alles, hebben een beetje lak aan. En dus die, dat vind ik een groot groep. Maar de echt jongeren moet je een 2-jarig vaccineren, moet je een 3-jarig. Dat, daar heb ik een beetje... Dat is discutabel. Maar tussen dat 12 is niet en 18 meegenomen. Is mijn advies om het zeker te doen, zeg maar. Ja, hè? Dus ter bescherming, maar ook omdat er dus heel veel verspreiding is, zonder dat de jongeren heel erg ziek zijn. En nog een ander stukje dacht ik over die angst en wantrouwen. Ik denk dat het heel goed is dat als er die angst en wantrouwen is, hè, want we hebben ook een GGZ-psycholoog aan tafel, of een POH-ondersteuner. In de praktijk werken we heel vaak met een POH-ondersteuner van, zijn er toch angsten? Is er iets waarvan je denkt, ik zit ermee, ik kan er niet goed mee omgaan? Of druk vanuit de sociale omgeving. Hè. Er is soms absoluut druk van, joh, dat ga je toch niet doen, of dit en dat, hoe ga je ermee om, dan is natuurlijk ook altijd de POH of ondersteuner GGZ aanwezig vaak in de huisartsenpraktijk die daar tijd voor heeft en ook in kan coachen eigenlijk bijna of begeleiden van wat is verstandig. Want inderdaad zoveel nieuws komt er binnen en dan moet ik het toch even noemen over die schaar die op die arm blijft plakken. Want daar heb ik persoonlijk zoveel berichten over. Dat is jouw grootste ergernis. Mijn grootste ergernis. Ik denk dat moet ik even... Sorry? Die gaat niet blijven plakken. Die gaat niet blijven plakken, maar toen dacht ik ook van, weet je, ik bedoel, ik heb als medicus... Maar misschien even voor de kijkers, waar hebben we het voor over? De kijkers, ja, ik denk, ik weet niet of sommigen, niet iedereen heeft natuurkunde gehad, maar vaak staat natuurkunde bekend om leuke proefjes. Hè, de meest gekke dingen, ik weet nog dat iemand op een wrijving iets en die haren stonden zo overeind. De gekste proefjes, eieren die blijven drijven op iets dat je denkt, hoe kan dat? Maar veel dingen zijn te verklaren vanuit natuurkundig oogpunt. En mensen zeiden ook van, joh, ik heb het uitgetest, echt, ik ben naar die buurvrouw gegaan en ja hoor, na die vaccinatie, die schaar blijft gewoon plakken. Maar dat heeft te maken dus met wrijving, of er is een oliedruppeltje, of er is wat zweet, of iets in die richting. En dat heeft dus ook, als je het aan de andere kant zou doen, waar er niet geprikt is misschien, of als je wat vocht hebt, dat dat dan inderdaad blijft plakken. Maar dat heeft te maken met de gewone magnetische banen. Hè? Ik bedoel, het hart staat ook onder stroom, hè, om het zo te zeggen. Dat is een natuurkundige verklaring voor. Dat is absoluut geen chip. Ja? China volgt ons niet. Hè? Het is wat dat betreft zou ik zeggen van, ik hoop dat heel snel die fake news, hè, want het is helaas ook fake news, dat ik mensen daarin kan geruststellen. In ieder geval doe ik er één geruststellen. Ga vaccineren, want dat is onzin nieuws. Echt totale onzin. Maar dat wilde ik even gezegd hebben voordat we misschien afsluiten. Hamid, je hebt nog één toevoeging, hè, over dat wantrouwen. Ik vind het wel een belangrijk element in het verhaal. Want eigenlijk als je dan heel simpel terugkijkt, wat speelt er nu? Er is sprake van een pandemie, de hele wereld is ermee bezig. En wij zijn blij met een vaccin. Maar er is een groep mensen die denken, nee, wacht even, dat vertrouw ik niet. Nee. Dus eigenlijk, je kan het vergelijken met een metafoor als iemand denkt, ik word vermoord. Ja, dan gaat hij allerlei maatregelen nemen natuurlijk. Hè? Dat is een beetje goed uitkijken, niet iedereen vertrouwen. En daar zitten wij nu met die groep mensen die nog van die negatieve gedachten hebben. En daar moet iets aan gedaan worden. En dat is inderdaad in discussie met elkaar gaan. Klopt wat je denkt?
Als je dan informatie haalt bij een dokter, iemand die daar iets van weet, dat lijkt me dan betrouwbaar. Ja. Maar als je het uit een internet haalt, check het. Er zitten vraagtekens erbij. Ja. Gebruik je kritische blik en ga in discussie met de mensen die daar verstand van hebben. En wat is je boodschap, Juliette, aan die mensen die een wetenschapper horen zeggen van nou, over 2 jaar is, ja. Nou, daar kan ik heel makkelijk over zijn. Daar moeten altijd onderzoeken naar worden gedaan. Misschien dus... even voor de kijkers, waar hebben we het over? Ja. Nou, er is een vraag gesteld, of er is een wetenschapper die heeft beweerd dat als we worden gevaccineerd, dat we over 2 jaar allemaal doodgaan. Dat is helaas niet zo. En dat, voor helaas hem of gelukkig? Niet, voor hem niet. Okay. En gelukkig, we gaan niet dood aan het vaccin. Dat ga ik nu al zeggen. Ik ben ook klinisch arts. Ik doe mee aan het onderzoek wat we nu 5 jaar gaan inzetten. En gelukkig zijn er heel veel mensen en jongeren die meedoen aan dit onderzoek. Ik ben ze heel erg dankbaar dat wij dit onderzoek mogen doen met deze mensen. Zodat we weten waar we over 5 jaar staan. Ook met de effectiviteit van het onderzoek. Nee, je gaat niet dood aan het vaccin. En we weten ook niet wat er over 2 jaar gaat gebeuren. Want als hij een klinisch onderzoek gaat doen over kijken wat met deze mensen gebeurt, dan waren die mensen misschien al bij het prik al gelijk overleden. Dus het is niet waar. En ik wil nogmaals benadrukken, ook als arts, en ik kijk vanuit een ethisch bril. Geloof niet altijd alles wat op de media en social media en op Facebook wordt geplaatst, allerlei filmpjes. Heb je vragen, kom naar de GGD. GGD Haaglanden is heel laagdrempelig te bereiken. Er zitten allemaal artsen daar die alle vragen kunnen beantwoorden. We spreken vrijwel veel allerlei talen. Er zitten Arabische artsen, we zitten Afrikaanse artsen. We spreken 5 talen. Ik spreek Duits, Engels, Spaans, Italiaans spreek ik. Dus ik spreek ook wel behoorlijk wat talen. Dus wij kunnen iedereen echt wel te woord staan. Ik ga ook straks mee in de priklocatiebussen. Ik ben ook aanwezig als arts. Dus daar waar alle vragen gesteld kunnen worden, ik ben ook altijd aanwezig. En ik wil bij iedereen de angst weghalen. Want ga je alsjeblieft vaccineren. Ga alsjeblieft, net wat u ook zei, heel mooi. Iedereen kan weer gewoon naar de samenleving. Iedereen kan weer naar de ouders. Iedereen kan weer gewoon naar de moskee. Naar de theehuisjes. Iedereen kan gewoon lekkere boodschappen doen op de markt en dergelijke. We kunnen weer op vakanties. En we kunnen onze familie en vrienden gaan bezoeken. Dus ga alsjeblieft vaccineren. En het kan de overheid, hè, de ministerie van Volksgezondheid, zorgt ervoor. Je hoeft er niet voor te gaan betalen. Dus schroom niet. Ga het alsjeblieft doen. Ja. Dat is mijn boodschap. Mooi. Wij naderen het einde. Wat is jouw slotboodschap? Slotwoord. Nou, ik zou graag ieder die nu aan het kijken is vanuit de Marokkaanse islamitische achtergrond de principe van de islamitische kennis opdoen, is namelijk dat het moet voldoen aan 2 voorwaarden. Mm-hmm. En die 2 voorwaarden is die informatie die je krijgt, die persoon waarvan je het krijgt, moet een expert zijn op dat vlak. Dat is een islamitische principe. Dus iets wat je op TikTok, Facebook of ziet. Hoe heb jij kunnen vaststellen dat desbetreffende persoon een deskundige in deze? En het tweede principe is, als die persoon deskundig is, moet je ook betrouwbaar zijn bij anderen behalve jijzelf. Dus, en in deze denk ik, er is maar 1 persoon die jou volledig en juiste informatie kan verschaffen. Dat is de huisarts waar je al 40 jaar of 50 jaar... al over de vloer komt. Heb je vragen, heb je twijfels? Neem contact met je huisarts. Maak een afspraak en laat het je uitleggen. En doe het alsjeblieft niet via, nogmaals, het tweedehands nieuws. Hamid? Ik wil nog even stilstaan bij de angst. Hè. Dat is, ik denk dat vanuit angst dat mensen daar niet gevaccineerd willen worden. Dat snap ik ook wel. Angst is een gevoel. En de gevoelens die zijn altijd gebaseerd op gedachten. Dus als je dan het gevoel laat je angst toe. Oké, je mag ook bang zijn. Maar ga dan ook terug naar waar ben ik bang van? Wat kan gebeuren? En zet vraagtekens erbij. Want meestal wat wij denken klopt niet. En ga op zoek naar bewezen en tegenbewezen van datgene wat je ziet. Ja. Dank. Ik heb al een slotwoord gedaan, denk ik. Al best wel wat slotwoorden. Maar ik denk ook misschien iets wat vanuit islamitisch oogpunt is, maar ook vanuit de GGD. Voorkomen is beter dan genezen. Absoluut. Ja, daar sluit ik mee af. Nou, dank. Dank voor jullie bijdrage, allen. Helder verhaal, jullie betrokkenheid. Ik hoop dat de mensen op basis hiervan betrouwbare informatie hebben gekregen om de eigen afweging te maken.
voor hunzelf, maar ook voor hun dierbaren en de mensen om hen heen. Ik wens jullie een mooie terugreis naar huis. En ook voor jullie, omdat de kinderen vandaag de uitslagen krijgen van hun examens. Examen. Dat het een goede afronding is van het schooljaar. Zeker. Dank allemaal voor jullie vragen en deelname aan deze bijeenkomst. Graag gedaan. Ja.